Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zoals altijd is het voortgangsverslag over Turkije een pappen- en nathouden verhaal. De enige mogelijke conclusie ontbreekt. Turkije is niet Europees, wil dat helemaal niet zijn, kan dat ook niet worden en moet daarom nooit toetreden tot de Europese Unie. Want feit is, voorzitter, het gaat bijzonder slecht in het repressieve Turkije van islamist Erdogan. Neem het buitensporige politiegeweld tijdens demonstraties, het corruptieschandaal binnen de regering, de ondermijning van de rechtsstaat, de verregaande inperking van de vrijheid van meningsuiting. Hier kan zelfs het naïeve geneuzel van de commissie en dit parlement niet meer tegenop. Voorzitter, het zogeheten onderhandelingskader stelt dat de commissie in een dergelijk geval de raad zal adviseren de toetredingsonderhandelingen op te schorten. De retorische vraag is nu waarom de commissie haar verplichting niet nakomt. Het antwoord: de commissie heeft lak aan alles wat haar geliefde Turkije-project in de weg staat. Maar voorzitter, de PVV blijft het herhalen, tot de commissie en dit parlement er horendol van worden. Het islamitische, repressieve Turkije moet nooit bij de Europese Unie. En de Nederlanders die hier net zo over denken, die stemmen op 22 mei PVV. Dank u wel.